Bij een bezoek aan de Oegandese hulporganisatie Pet the Child raakte Duco Hopman geïnspireerd door de daadkracht van initiatiefnemer Fred Kakwa. Ze besloten samen een yoghurtproject op te starten om de organisatie te ondersteunen. Het yoghurtproject is een project in het Mukono-district in Oeganda, waar we een yoghurtfabriek hebben opgezet en Friese drachtige koeien weggeven aan vrouwen die een weeskind willen opnemen, maar daar geen geld voor hebben om dat op te voeden. Doordat wij die koe geven en de melk van hun kopen, kunnen ze dat kind wel opvoeden en naar school sturen. En tegelijkertijd maken wij van die melk yoghurt, verkopen die met winst en die winst wordt weer in dit soort projecten gestopt. Het project is opgestart omdat yoghurt een goed product lijkt in Oeganda. Er werd te weinig van geproduceerd, duidelijk. Het is vrij populair, het is fris, je kan het redelijk lang bewaren. En aan de andere kant zijn die koeien een heel goede manier om die vrouwen te steunen, omdat het ook een mooi vast inkomen verzorgt. Is het tasty? It's tasty. It's a good yoghurt. The profits we get from this yoghurt is used to help the orphans and the children in the community. Dit is Fred Kagwa. Om de weeskinderen van zijn dorp op te kunnen vangen, is hij een yoghurtproject gestart. Met hulp van Friese koeien produceert hij nu de lekkerste yoghurt van de regio. So this is where it started? Yeah, this is the place where my first house was. It was quite a simple house. Made out of mud, 12 meters by 12 meters, plus four rooms. And how many kids did you live there? It was terrible because I was living with 25 children in that house. You can't believe it, but 25 children in that house, the little hut, we had to share it. More I couldn't afford, but because I had that heart of helping, I couldn't deny them. They were left alone, having lost both their parents. I just tell them that you bring them, I can help them in any way I can. A big spread of AIDS in the community brought about many orphans in the village. We have 240 orphans in the area. Fred wilde zoveel mogelijk weeskinderen helpen, maar hij zag ook wel in dat hij ze niet allemaal in huis kon nemen. Hij besloot anderen aan te sporen weeskinderen in huis op te nemen, omdat opgroeien in een gezin volgens Fred beter is dan in een weeshuis. They feel they are not orphans because they are part of that family which they are placed in. Because taking up an orphan, you also need to have maybe some money with you to help that children. It's not a matter of taking him or her at your home, but you need to taking them to school, giving them her services and clothing. Het project dat hij opstartte heet Live Dairy, waarbij vrouwen die weeskinderen opnemen een koe krijgen. Live Dairy koopt de melk die hun koe produceert. This is the cow which was given to Waviros. And she really liked it because she can get milk from it, cow dung for the gardens. And she can now take the orphans to school. The orphans can get good nutrition from the milk, some of the milk at home. And she can learn her home with the little money she gets from this cow. But how come they make money from the cow? Can you explain that? Life Dairy gives the cow to these families. Then after, we buy the milk from them and we process yogurt. She don't just give away milk freely because we gave her a cow, but we have to buy it. Dat heb ik goed.
Tone. He's Tone. These children, their father died. Mm-hmm. Now the lady who is taking care of them is called Agnes. She has 6 children. Among those, 3 are orphans. We give her a Frisian cow. Now she's able to sell her milk and get money for these children. I feel happy to see that this project is moving well. This one is a unique project because it touches many families in 1 year. 2 families can benefit because if a cow produces a calf, then next year another family also gets a calf. So it will expand. We shall be able to get more milk. We shall be able to get more profits in the yogurt we sell. Then the project will sustain itself. We feel proud because if say I work in this village or I work in this community, I'm taken as a father, uncle, friend of everyone because of the services. De mensen zijn blij met het project, maar waarom wordt er eigenlijk yoghurt gemaakt van de melk? We came up with this idea because it's simple to use. You don't need a lot of money to start such a project. Though you also need some money, but in any capacity you have, it's easy to make yoghurt. What we do, this is the production area. This is where we make the yogurt. Simple sealing machine. We do the incubation in this room. We do the flavoring in this room. We do the packing in this room. And refrigeration in this room. To seal the bars because they don't take a lot of power. Yogurt is simply made. We boil the milk. We boil it to 92 to 45 degrees centigrade. We add culture. Then the next day, it's already yogurt. We can then put in the flavors we need. You can choose vanilla, you can choose strawberry, you can choose mango, any flavor you like. But so many people like vanilla flavored yogurt and sweet. Not only me, all people like yogurt. They want to buy our yogurt because it's good and sweet. Hello. Ik was gek op de yoghurt die hier verkocht werd. Daarom ontstond ook het idee om de yoghurt te gaan maken, omdat het duidelijk altijd op was in de winkels tegen het middaguur. Nu was het een beetje afwachten of ons product dat ook zo lekker zou worden. Maar ik heb deze zomer al een paar keer in andere steden yoghurt gekocht. En ik kan dus nu tevreden zeggen dat onze yoghurt inderdaad gewoon de allerlekkerste is van de hele regio. Fred die is al zo'n 13 jaar bezig met het helpen van mensen in deze omgeving. En dat doet hij met ongelooflijk veel enthousiasme en plezier. Het is nu het eerste keer dat hij een commercieel initiatief moet runnen. En dat is duidelijk iets heel erg anders. Dus dat is ook iets dat ook tijd heeft gekost en training en dat nog steeds tijd en training kost. Van zijn kant, hij zoekt zelf naar manieren om dingen als boekhouding te leren, management. Maar doordat die voortdurende drijfveer van hulp aan de regio er blijft, merk je ook dat ook langzaamaan wel goed komt.